De wintertijd is weer ingevoerd. Maar waarom is die zomertijd en die wintertijd eigenlijk überhaupt ooit een keer in het leven geroepen, hoor ik je denken. Zo zouden ook tijdens een overgang naar een andere tijd meer verkeersslachtoffers zijn door vermoeidheid in het verkeer. Nou, ervaar jij winterdepressies? Welkom bij De Praat op Straat. Mag ik u wat vragen? Weet u trouwens waarom de zomer- en de wintertijd ooit is ingevoerd? Om energie te besparen, denk ik. Ping! In één keer goed geantwoord. Dat weet niet iedereen. Oké. Nou, ik heb eigenlijk geen idee. Ik zou denken misschien dat de kachel 's avonds misschien uit kan blijven. Warm? Warm, nee, lekker op. Letterlijk en figuurlijk? Ja, precies. Kijk even naar deze kant. Ik dacht meer voor de natuur of zo, denk ik. Ja? Overgang van het klimaat. En ik denk dat het daar, dat het daarmee te maken heeft. Ga ik vanuit? Nee, dat is echt puur en alleen energiebesparing geweest. Ja, ik denk armoede. Ja. Hè? En dat mensen denken, zoals nu ook eigenlijk, hè? Dat de mensen denken van, wij pakken een dekentje. Kacheltje gaat wat minder. En ik denk dat het eigenlijk een beetje wel in de tijd van vroeger is. Nee, dat weet ik eigenlijk zo niet op te steven. Nee. Zal ik een kleine hint geven? Of voor de energiekosten, ja, s'avonds. Ja, dat is ook zo. Klopt. Ja. Hij komt nu eigenlijk dan wel weer een beetje van pas natuurlijk met al die hoge energieprijzen. Ja. Maar er gaan ook geluiden op dat het moet worden afgeschaft. Ja, nou dat vind ik onzin. Ja? Ja. Laat maar gewoon zo. Dat is het allerbeste. Ja. Ja, we zijn er nu een beetje aan gewend. En ik vind het wel gezellig dat het s'avonds lekker lang licht blijft. Ja. En nu weer lekker lang donker. Ja. Vindt u niet dat die wintertijd en zomertijd gewoon afgeschaft moet worden? Gewoon... Daar heb ik wel een beetje gevoel over, ja. Ja? Ja. Ik vind het prima. Ja hoor. Want er zijn mensen die dat willen, hè? Ja, ik weet het. Ik vind het prima. Ja. Maakt mij niet zoveel uit. Ik denk dat het een beetje tegennatuurlijk is. Ja. Het wordt eigenlijk... De biologische klok loopt niet altijd, staat ook niet een uur stil. Dus... Hebben jullie toevallig al last van een winterdip? Nee. Heb jij ooit überhaupt last van een winterdip? Ja, ik wel. Jij wel? Ja. Ja. Aan jouw glimlach zou je dat niet zeggen? Nee, ja, maar het is wel zo. Ja, ja. Hoe voelt dat dan, zo'n winterdip voor jou? Nou, niet in bed willen, lekker lang slapen. Ja. Totdat het licht is. Ja, dat is lekker. Een hele nare tijd voor jou. Nee, ja, valt wel mee. U heeft ook helemaal geen last van een winterdip? Niks. Gewoon heel veel blijven bewegen. Sporten en zo. Oké. Nou, fijne dag. Ja, dankjewel. Heeft u wel eens last van een winterdip? Nee. Nee. Een hele vrolijke vrouw. Ja, daarom. Ja, dat zijn bijna alle 20 anders, hè? Ja, zeker weten. Als u nou zou mogen kiezen tussen een zomertijd of een wintertijd? Zomertijd. Zomertijd. Zomertijd? Ja. Dat de microfoon richting jou gaat betekent dat je wat mag zeggen. Ja, maar dan zit ik te twijfelen, want ik vind het nou juist heel gezellig dat ik mijn kaarsjes op tijd aan heb. Ja. En in de zomertijd denk ik, ja, langer licht, kun je iets langer buiten zitten. Hè, onder de overkapping vind ik ook fijn. Dan zomertijd. Zomertijd? Waarom? 's Avonds langer licht. Ja. Ja. Maar we zeggen natuurlijk niet dat die zon meewerkt. Nee, ja. Precies. Nee, precies. Nee, ja. Voor mij ook zomertijd. Ja. Dan heb ik liever de zomertijd. Dan heb jij liever de zomertijd? Ja. Ja, ik moet de tweede vraag al aankomen. Ja. Welke zou je dan willen hebben? Ja. En jullie? Ja, ook. Ja? Wat jij zou mogen kiezen? Ja, ook weer. Heb jij last van de wintertijd? Oh. Nou ja, er zit daar toch wel wat verdriet achter de wintertijd. Ze vindt het niet leuk. Nee. Nou, dan moeten we maar gauw door. Ja, hè? Ja. Ja, we gaan dus een donkere tijd tegemoet. En de een heeft er iets meer last van dan de ander. Maar zoek gewoon lekker steun bij elkaar. Hè? Kopje chocolademelk met slagroom, koekje, lekker samen, onder een kleedje. Huh? Nou ja. Tot de volgende Praat op Straat.